Wat hebben ze hier gedaan? Wow. Knolpower. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Bumper in het bos. We zijn eventjes heerlijk een wandeling aan het maken. Zo worden we even lekker wakker. Bumper, die hond heb je al gezien. Kom. Bumper. Kijk hem nou staan. Bumper. Zo raar, die hond heeft ze net al de hele tijd gezien. Bumper, hey! Doei Bump! Doei! Kijk, dat helpt altijd. Ja, Bumper, ik laat je nooit alleen hoor. Maar soms moet ik even doei Bumper zeggen, anders kom je niet mee. Daar zijn D en ik achter gekomen. Als we Bumper mee willen hebben, dan zeggen we gewoon doei Bumper. En dan denkt hij van, gaan ze weg zonder mij? Ik moet er snel achteraan en dan komt hij wel mee. Hé, lekker ding. Je bent al wel lekker vrolijk hè. Je weet dat het vroeg is. Als je nog allemaal vocht hier op het gras ziet, dan weet je gewoon, ik ben er vroeg uit. Bumper! Waar is Bumper nou? Daar is Bumper! Ja! Kennen jullie dat gevoel dat je heel, heel, heel erg nodig naar de wc moet en je dan met de auto, of als je in de auto zit, over drempels rijdt. Of gewoon een stukje snelweg en dat er dan zo'n kleine hobbel in zit. En dan, dan denk je, al mijn blaas. Nee, alsjeblieft, niet meer, geen drempels. En dan weet je gewoon dat je echt heel erg nodig naar de wc moet. Nou, in die positie bevind ik mij nu. Oh god, dit is echt niet normaal. A few moments later. Zo, hoe lang ben ik aan het plassen? Jeetje mina. 35 seconden lang was ik aan het plassen. Zo nodig moest ik. Dit was echt niet normaal. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Dat ik zo verschrikkelijk nodig naar de wc moest. Het begon gewoon pijn te doen. Niet te geloven. Zo net in de auto kwam ik trouwens allemaal hele toffe dingen tegen. Ik kwam gewoon een paar mooie plaatjes, weet je wel, van een helikopter, een traumahelikopter. En ik had een mooi plaatje van kanonunde, van mensen die aan het kanoën waren. En een mooi shot van schapies. En ik had een prachtig oer-Hollands plaatje, tenminste dat gevoel kreeg ik erbij, toen ik een paar koeien zag bij het water. Volgens mij waren ze ook water aan het drinken. Wat eventjes wat minder is dat ik in de file heb gestaan, maar ik kwam er vrij snel weer uit. En wat kwam ik toen tegen? Het Knolpower logo op het kenteken. Hoe vet zou dat geweest zijn als ik dat had bij mijn eigen auto? Dat zou gewoon zo super toevallig zijn geweest. Zo, ik heb de dagelijkse boodschappen weer gedaan. En nu is het zo dat ik vanavond ga koken. Ja, alweer. Gewoon alweer. En weet jullie hoe dat komt? Omdat D ziek is. Ze voelt zich gewoon zwaar bagger. Ze voelt zich shitty. Dus ik dacht, chef-kok Enzo in de building. Nu hoop ik alleen dat ze het lekker gaat vinden. Want ik ga iets maken wat ik nog nooit eerder heb gemaakt. En dat kan gevaarlijk zijn. Nou, hier hebben we het hoor mensen. Het avondeten. Ziet er goed uit toch? Even blazen. Ik mis iets. Ik mis iets wat heel erg belangrijk is voor dit gerecht. Cashewnoten, maar natuurlijk. En nu gaan we het even nog een keertje proberen. Mijn moeder maakte dit dus. Heerlijk. Het heet kip siam. Dus als je ooit een keer zoiets hebt van, ik heb wel zin om iets nieuws uit te proberen. Als je het nog nooit hebt gegeten. Of je moeder of je vader vraagt, of iemand uit je familie, wat zullen we eten vanavond? Kip siam. Stel dat ik je voor, het is echt heel erg lekker. Kijk eens eventjes wie we daar hebben. Oh, wat heb jij daar? Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ga je hem pakken? Pak hem. Zijn we bij Bumper thuis. Wat een gekkie, hè. Waar zijn we nou, Bump? Waar zijn we? Kom maar, hoor.
Oh, hij weet donders goed waar we zijn. Kijk hem dan meteen rennen, kijk hem. Oh, hij zag iets. Oh, hij zag iets. Bumper! Bumper! Oh, daarom keek hij zo. Jeetje, wat ziet hij? Oh, volgens mij is hij het kwijt. Volgens mij was het een eekhoorn of zo. Meestal gaat hij daar echt knijters hard achteraan. Maar hij krijgt ze eigenlijk vrijwel nooit te pakken. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Bumper die heeft haast nooit een dier te pakken. Hij is wel snel, maar misschien niet slim genoeg of zo. Kijk eens wat we hier hebben. Ik weet niet of hij er al klaar voor is. Bumper! Meestal wil hij eerst even ruiken, zoals hij het nu doet. Even plasje doen. Misschien even kakkie erbij. Bumper, kijk eens wat ik heb. Oh, kijk eens! Zie je, het boeit hem geen flikker. Het boeit hem echt helemaal niks. Nou, gaan we even met z'n tweetjes een gezellig stukje lopen. Ja. Wat heeft hij genomen, joh? Wat heeft hij gehad? Misschien een ADHD-brokje of zo. Die Bumper is aan het rennen als een malle. Over rennen gesproken, ik weet nog wel de piepjestest. Of er was ook een andere benaming voor. Niet alleen de piepjestest, maar een... hoe heet dat ook alweer? Running shuttle of shuttle run? Shuttle run of zo? De bedoeling is dus, je bent in een gymzaal met je klas. En je moet naar de andere kant van de gymzaal rennen. Dan hoor je een piep. En dan moet je weer terugrennen naar de andere kant. En als je dan weer een piep hoort, moet je weer terugrennen. Alleen de kunst is om precies te rennen op die piep. Je mag één keer te laat zijn, maar als je twee keer achter elkaar te laat bent, dan ben je dus af. Nou, dat is dus de shuttle run of de piepjestest. In ieder geval, bij mij heet het altijd de piepjestest. Want toen kwam ik ooit een keer iemand tegen die zei, het heeft ook een andere benaming. Namelijk, volgens mij was de shuttle run, weet ik niet 100% zeker. Maar ik weet nog wel dat de piepjestest altijd super zwaar was. Hallo. Mogen wij op de film? Jullie mogen zeker weten op de film, kijk eens aan. Okay. Alleen, oh, jullie hebben geen hond bij u? Nee. Oh, gewoon even lekkere wandeling. Ja. Dat kan ook. Fijne avond. Ja. Ja, ik weet niet, toch als ik hier loop, dan verwacht ik altijd dat iedereen een hond bij zich heeft. Maar blijkbaar niet iedereen, kan ook. Anyways, de piepjestest had ik volgens mij 12,5 of 13 of zo van de 20 treden die je volgens mij had. Van de 20 ja, levels of niveaus, ik weet niet precies hoe je dat kan noemen. En ik had toen een jongen in mijn klas zitten. En die had volgens mij iets van 16,5 of zo. Dat was echt bizar. Maar hij voetbalde ook op heel hoog niveau. Dus zijn conditie moest ook wel gewoon heel erg goed zijn. Want hij was volgens mij ook nog eens middenvelder. Dus dan moet je op heel veel plekken moet je gewoon heen en weer lopen. Volgens mij leg je dan meestal de meeste afstanden af ook. In ieder geval, heeft een van jullie de piepjestest? Laat het me even weten wat je dan hebt gehad bij de piepjestest. Ik ben heel erg benieuwd. En er is wel belangrijk om erbij te zeggen, dat was het een piepjestest met een niveau tot en met 15 of tot en met 20. Want dat is wel een verschil. Ik zit een tijdje te kijken naar dit bord. En eerst dacht ik, waar zal dit toch voor staan? Maar toen keek ik naar het pad ernaast. En volgens mij is het vrij logisch dat dit een pad is speciaal voor paarden. Want volgens mij is dat een hoef, of moet dat een hoef voorstellen. En is het dus een teken dat paarden hier dit pad mogen gebruiken. Heb ik het verkeerd? Verbeter me alsjeblieft. Heb ik het goed? Dan mag je een reactie achterlaten. En zo, dat was een goed gokje. What the heck? Wat hebben ze hier gedaan? Wow, ik ben hier dus eerder geweest. Hier heb ik wel eens gevoetbald, ook samen met D. Gewoon even lekker balletje trappen bij deze goals. Maar hier aan de andere kant stond gewoon een super grote halfpipe. Misschien maar goed dat die er niet meer staat, want anders ga ik weer gekke dingen doen. Maar voor de rest ook een heel groot speeltuinachtig ding. En waar je op kon klimmen. En moet je nu kijken. Het is allemaal weg. Bump komt ook weer ergens vandaan. Jij bent echt straks helemaal kapot, weet je dat? Volgens mij weet hij zelf ook niet wat hij doet, hoor. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd of hier nog wel iets gaat komen of niet. Maar nu kom ik hier nog wel vaker met Bumper, dus dan zal ik het vrij snel genoeg zien. Ja. Kijk eens even wie ik hier tegenkom. Het is Quinny Boy. Hopsakee. Oh, oh, die zag ik niet aankomen, gek. Echt wel kunnen? Nou? Dat ik zo doe. En dan nog een backflip. Yo, gast, het zag er al bijna uit alsof je je nek brak toen je met je buik erop ging. Nee, hoor.
Huh? Wat was dat? Volgens mij heb je allemaal nieuwe dingen geleerd, of niet? Ja, maar eigenlijk moet je dan nog een hele trein, maar dat lukt me echt niet wel. Maar een half. En waar ben je nou het meest trots op? Wat? Waar ben je nou het meest trots op? Welke truc? We hebben gewoon een salto achterover op de grond. Ja, wel van iets, een klein stukje maar. Een kleine verhoging. Ja. Maar waar ben je het meest trots op de trampoline? Ja, ik weet niet. Lastig, hè? Niet echt ergens ofzo. En heb je geen favoriete trucje ofzo? Ja, meestal doe ik dit. Ga ik gewoon heel hoog. En dan ga ik gewoon weg door. Zoiets. Maar dat vind ik wel leuk om te doen, maar... Oh, die was vet. Snap je? Ja, die zag dat cool uit. Leuk, maar voor de rest, ik wil hem echt zo dat ik een back en dan 360, dus dat ik weer zo. Ja, jij wil allemaal gekke dingen doen. Dat vind ik wel leuk, maar dat leuk. Zal ik eens even iets laten zien? Ja. Wow, ik kon hem nog wel. Ja. Had ik niet verwacht, man. En het gaat ook al veel beter met mijn voet. Bedankt allemaal voor het vragen, bedankt allemaal voor het supporten. Ik kom gewoon jullie kijkers tegen op straat. En dan zeg je, yo Enzo, hoe gaat het met je voet? En dan zeg ik, yo, veel beter man, dankjewel. Dat is super tof. Dan kan ik wel allemaal gekke dingen doen. Van allemaal halfpipes afgaan. Niet dus, niet meer. Ik vind het heel erg vet om te springen en dan een salto te doen en dan heel laat of zo heel lang. Ja. Snap je dan wat ik bedoel? Hey, kan je ook lopen in de lucht? Oh ja, met je voet. Ja. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Het lukt al best wel, gast. Ja, weet je toch? Ja. Gaan we lopen. En probeer eens nu zo lang mogelijk spreid. Ja, dat ziet er wel vet uit, gast. Het is dus best wel cool, want Quinn en Pim die hebben een nieuwe camera. Dus die zijn een beetje aan het spelen met de camera's. En hij heeft even een paar foto's van mij gemaakt. Oh, kom, ik laat het jullie zien. Deze ziet al best wel onrealistisch uit. Maar die bladeren ook, dat ja, is vet, hè? Ziek. Een soort slow motion shot. Ja. Dat was eventjes leuk om te doen. En nu zullen jullie waarschijnlijk kijken naar mij zo van... en zo, waarom heb jij je pet zo naar voren? Ja, ik heb werkelijk maar geen flauw idee. Een pet staat mij gewoon niet zo naar voren. Het ziet er gewoon niet uit. Ten eerste mijn oren die hangen zo zeg maar naar de zijkant toe. Maar ik moet echt zulke petten, precies zulke caps, die moet ik gewoon naar achteren dragen. Anders dan ziet het er gewoon niet uit. Zo'n Purpose Tour pet die ik bijvoorbeeld heb, of zo'n witte met zo'n cactus hier. Ik weet niet of jullie die wel eens hebben gezien in de vlogs. Die kan ik wel voorover dragen, maar deze moet ik eigenlijk gewoon altijd zo blijven dragen. Het is trouwens voor iedereen verschillend. Bij de een staat het wel naar voren, maar bij de ander gewoon niet. Weet je wat ik hier heb? Het zijn pepernoten. En niet zomaar pepernoten, dit zijn pepernoten met een yoghurtlaag eromheen. Ja, die had ik nog niet eerder gezien en ik heb er een paar genomen en ze zijn knijters lekker. Dus ik dacht, weet je, ik ga even lekker in bed liggen met mijn yoghurtpepernoten. En ik ga nog even lekker een paar afleveringen kijken van mijn serie. En dan ga ik heerlijk slapen. En wat ik ook hier heb, kijk. Hé, hey, vriendje. Het is meneer de Kruik, meneer de Kerstkruik. Je bent een beetje vroeg. Ja, ik ben een beetje vroeg. Ik ben een beetje dik geworden ook. Maar goed, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het een leuke vlog vond. En hopelijk check je er morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. En Daddy is trouwens nog even aan het douchen. Die voelt zich nog steeds ziek. Ik hoop dat ze morgen beter is.